Eva, jij was wel veel dichterbij afgelopen vrijdagavond. Ja, ons hotel was vlakbij, Place de la République. En we waren terug aan het stappen na een hele dag citytrip in Parijs. Dachten we, kom, gaan gewoon op tijd slapen. Morgen terug vroeg opstaan. En we waren aan het wandelen in een straat, twee straten van ons hotel. Toen we jongens zagen teruglopen, die zeiden, ja, een fusillade à Place République. Er wordt geschoten. Die jongens waren zo een beetje half aan het lachen. Die waren heel zenuwachtig, denk ik. Dus we dachten eerst, het is hier een mop. Of echt een misplaatste mop. Dus we stapten nog even verder. Zo echt aan, ik kan vragen aan mijn lief, wat denk jij, of wat is dat hier? En dan zien we andere mensen lopen die echt aan het lopen zijn. Die ook roepen, er wordt geschoten. Ga niet naar daar. We wisten totaal niet, zoals Michel zei, je weet niet wat er aan de hand is. Dus we dachten, er is gewoon iemand die een geweer heeft getrokken. Twee bendes of zo. Ik denk aan het kleinste eerst. Dus zijn we gewoon naar een café gelopen, een beetje verder. We dachten eerst nog naar de politie te gaan, om te vragen, kunnen we nog naar ons hotel? Wat is er eigenlijk gaande? Maar toen zagen we inderdaad iedereen telefoneren. Sapeto, la rue, iedereen aan het huilen ook. Waar ben je, waar ben je? En toen zijn we gewoon in dat café gaan zitten ook. We wisten echt niet waar we heen moesten. We kennen die stad niet. We wisten niet, is het in het noorden, is het in het zuiden? Het was overal, waar een beetje echt in de slechtste wijk waar je kan zijn. Overal, links en rechts, waren er dingen gaande. Dus zijn wij gewoon blijven zitten in dat café. Krijgen sms'en. Ik had geen belkrediet meer ook. Vrij onnozel. Dus we konden ook niemand laten weten dat we oké waren. Dan hebben we in het café gebeld naar onze ouders om te zeggen, het is voorlopig oké. Via de wifi proberen te begrijpen wat er aan de hand was. Dan sloot dat café, want die barman was ook heel erg op zijn ongemak. Ja. Dus stonden wij daar plots op de straten, waar de auto's voorbij scheurden. Iedereen in paniek. Mensen die aan het lopen waren. We wisten echt niet, wat moeten we doen? Verder gelopen naar de volgende bar om daar proberen. Dan mochten we dan niet meer binnen. Dat was ook een super raar moment. Daar zaten heel veel mensen al binnen. En die kerel zei, non, on est fermé, on est fermé. Hoorde ik iemand roepen, c'est tous pour sa gueule. Iedereen voor zich. Dat was complete waanzin. Naar het volgende café, daar mochten we eigenlijk ook niet binnen. Ik zei, laat ons binnen. Gewoon puur overlevingsinstinct zijn we daar binnen gestapt. En daar was de rolluik een beetje toe, voelde ik mij voor het eerst veilig. En dan hebben wij Fransmannen aangeklampt die ons gelukkig hebben meegenomen naar een appartement in de banlieue. In een meest helse taxirit die ik ooit beleefd heb. Langs militairen, langs sirenes. Echt in de haard van waar het aan het gebeuren was. We hadden geen idee waar die terroristen zouden kunnen zijn. En eens we over de scène waren, was het voor ons oké, waar we super ontladen. Hebben we zitten moppen maken, hebben champagne gedronken bij die mensen thuis en alcohol en hebben we daar het nieuws gevolgd. En we waren ongelooflijk dankbaar dat we niet op die plekken waren waar het gebeurd is. Ja, zeker en vast. Wat heb jij de volgende dag dan gedaan? We hebben gewoon besloten om rond te lopen in Parijs. Er was niks open, heel veel winkels toe. We zijn net zoals heel veel Parijsenaars gewoon iets gaan eten. Dus mensen bleven wel gewoon van, kijk, we gaan ons niet laten kennen. We gaan gewoon blijven voortdoen met waar we goed in zijn, genieten van het leven. Maar het is wel heel moeilijk. Je hebt zo de twee, de aan-uitknop lukt niet altijd. Dus je zit daar wel de helft van de tijd te denken, fuck, dat hadden wij echt zelf kunnen zijn. Mijn ouders ook, die probeerden bellen van, kom jullie toch niet naar huis. Een hele, hele absurde dag. Hele rare sfeer die daar hangt. Heel veel mensen die ik ook heb zien huilen. Maar echt met een verdriet waarvan je weet, die is iemand verloren. Mm-hmm. Of die kent iemand die nog niet... Want heel veel mensen wisten ook nog niet, waar is die persoon? Ik weet dat hij naar de Bataclan is geweest, maar ik heb nog geen nieuws. En die wanhoop voel je heel erg in de straten van Parijs.